We zien dat de consument steeds veel eisender is geworden. Als hij vandaag een boek heeft gezien ergens, dan wil hij dat morgen of dezelfde dag nog ontvangen. Ja, dan heb je wel oplossingen nodig om dat boek heel snel te kunnen leveren. Er gebeurt iets en de titel ligt er. Ja, er liggen er 2000, maar die zijn in één weekend is er een vraag van 5000. En dan verkoop je dus 3000 boeken niet, als je die niet hebt. Op het moment dat het echt wegloopt, wordt het meteen geproduceerd in POD. POD, printing on demand. Dus printen wanneer je het nodig hebt. En ja, dat gebeurt ook echt letterlijk hier. Dus op het moment dat er een boek besteld wordt, gaan wij hem ook gewoon gelijk maken. Dat betekent dat wij klanten beloven, boekhandels en webwinkels, dat iets binnen 24 uur geleverd wordt. Dus als je nu bestelt, dan wordt het boek morgen geleverd. Ook al wordt dat boek in POD geproduceerd. Steeds meer uitgevers zijn zich namelijk gaan realiseren hoe belangrijk het is om altijd leverbaar te zijn. De consument die je boek wil hebben, die wil het vandaag of morgen hebben. En dat moet ook vandaag of morgen geproduceerd worden. Dus ook de bestseller, die werd in POD geproduceerd in deze printstraat. De voorraad was er niet. De drukker doet er toch altijd net even 4-5 werkdagen over. En wij konden binnen 24 uur gewoon 2000 boeken leveren. Dus zo'n uitgever is vele malen flexibeler om te kunnen schakelen tussen POD en zijn offsetdrukker. Het grote voordeel voor onze klanten in een wereld waar de consument ongelooflijk veel eisend is, is dat wij kunnen garanderen aan een uitgever dat hij altijd leverbaar is. Niet alleen met de single copy oplossing die we al een jaar of 7 in gebruik hebben, maar juist ook met een short print run oplossing waarbij die een nog lagere kostprijs kan realiseren. Een drukker heeft gewoon minimaal 4 dagen nodig. Wij niet, 24 uur. That's it, meer niet.